Er zijn twee dingen heel erg typisch voor Nederland in de tweede helft van de 19e eeuw. Aan de ene kant dus die politieke stromingen die allerlei ideeën hebben over hoe de samenleving zou moeten zijn en aan de andere kant zien we dus ook dat er hele grote verschillen zijn tussen verschillende groepen mensen. Sommige voelen zich achtergesteld en die gaan emanciperen. En daar gaan we nu eens even naar kijken, want een emancipatiebeweging dat is een beweging, een groep mensen die tot doel heeft om gelijke behandeling voor een bepaalde groep voor elkaar te krijgen. En er zijn in die tweede helft van de 19e eeuw in Nederland drie emancipatiebewegingen. De feministen, de socialisten en de confessionelen. Nou, die socialisten en die confessionelen die hebben we in eerdere video's ook al voorbij zien komen. We beginnen even bij de feministen. Dat is een nieuwe groep voor ons. En die hebben als doel om een gelijkwaardige positie van de vrouw in de samenleving, in de maatschappij voor elkaar te krijgen. Vrouwen worden achtergesteld. Die mochten bijvoorbeeld niet stemmen. En uh, feministen vonden dat, dat wel mocht. Hoe dat verder zit en wie erbij betrokken is, zullen we dadelijk naar gaan kijken. Eerst naar de socialisten, die vonden dat de arbeidersklasse werd achtergesteld en die moesten dus ook een gelijkwaardige positie krijgen. En de confessionelen, de katholieken en de protestanten voelden zich ook achtergesteld en die gaan dus ook emanciperen. En waarom zij dat gaan doen, komen we dadelijk ook op terug. Eerst dus naar die feministen. Wat zien die feministen? Die zien dat er in de wet... In Nederland ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen in de 19e eeuw. Mannen hebben bijvoorbeeld wel kiesrecht, vrouwen mogen sowieso niet stemmen. En vrouwen hebben bijvoorbeeld ook geen toegang tot hoger onderwijs. Die worden niet geacht om nog door te studeren aan de universiteit. Ja, en dan is er een grote groep vrouwen uit de hogere burgerij die daar tegenin gaan komen. En dat is de eerste feministische golf, zo wordt dat genoemd. De eerste keer dat vrouwen op gaan komen voor hun rechten. En zij willen dus uh, gaan strijden voor die gelijke rechten. Het zijn vrouwen uit de hogere burgerij en één vrouw in het bijzonder is er heel invloedrijk in. Wilhelmina Drucker, zij is een bekende feministe, hier zien we haar. Ja, en zij is bijvoorbeeld de oprichter van... De Vrije Vrouwenvereniging. En die Vrije Vrouwenvereniging, die strijdt voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. En die willen ook dat die gelijke behandeling dat het in de wet wordt vastgelegd. Nou, een paar jaar later richt zij samen met een andere bekende feministe, Aletta Jacobs. Hè, de eerste vrouw die gaat studeren in Nederland aan een universiteit. Richt zij de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht op. Nou ja, en die naam zegt natuurlijk alles al. Wat willen zij bereiken? Vrouwen mogen nu niet stemmen, maar wij vinden dat vrouwen ook kiesrecht moeten hebben. Zij zouden ook mogen stemmen. Dat is waar die feministes dus voor gaan strijden. Nou, hoe zit dat dan met de confessionelen? Want de socialisten sla ik even over, die komen in een andere video terug. Nou, de confessionelen die zagen dat er sinds die grondwetswijziging van Torbeck in 1848 vrijheid van onderwijs was. Dat was een van die grondrechten. Uh, katholieken en protestanten mochten dus hun eigen scholen oprichten, die vrijheid was er, maar dat betekende niet dat iedere school gelijk behandeld werd door de overheid. Zij zagen dat alleen openbare scholen, dus niet-christelijke scholen, dat die geld subsidie kregen vanuit de overheid. En bijzondere scholen, katholieke of protestante scholen, die kregen geen geld vanuit die overheid. En dat kwam omdat die overheid liberaal was met name. En de liberalen die staan dus voor vrijheid. En die vonden dus ook dat er vrijheid in het onderwijs moest zijn. Dus dat een kind dat in de klas zat, dat moest ook vrij zijn om te denken. En dat moest dus geen uh, christelijke standpunten opgedrongen krijgen. En daarom kreeg alleen openbare scholen, waar dat niet gebeurde, kregen geld van die overheid. En de confessionelen die vonden dat niet kunnen. En die gingen de zogenaamde schoolstrijd aan. De strijd voor financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Ook. De bijzondere scholen, de protestanten en de katholieke scholen, zouden volgens die confessionelen ook subsidie vanuit die overheid moeten krijgen. En ja, omdat die confessionelen er echt heel hard werk van maakten, en uh, ja, we zagen bijvoorbeeld ook al dat Abraham Kuyper daar die ARP ook voor opricht, hè, die eerste politieke partij, zie je dat die, die confessionelen zich sowieso steeds meer als een groep op gaan stellen om dat voor elkaar te krijgen. En dat leidt zowel bij protestanten als katholieken tot de zogenaamde verzuiling. En verzuiling wil eigenlijk zeggen, zoals je het hier ook op dat plaatje ziet, dat mensen steeds meer dingen in hun eigen groep gaan doen, in hun eigen cel gaan doen. Dus als katholiek dan ging je naar een katholieke school en dan stemde jij op een katholieke partij en dan las jij een katholieke krant en dan luisterde jij naar de katholieke radio en dan ging je bijvoorbeeld ook naar de katholieke bakker toe. En voor de protestanten gold precies hetzelfde en ook de socialisten die gingen zich langzaam sterker maken en uh, gingen hun eigen zuil oprichten. En dat zorgde er eigenlijk voor dat uh, de liberalen als enige groep zo nog overbleven en daardoor ook automatisch een zuil werden. En die liberalen die waren dan ook, ja, die waren eigenlijk neutraal. Die hadden eigenlijk het, het minste verzuiling. meer. die hadden dus ook bijvoorbeeld eigen politieke partijen. Een eigen omroep, hè. Dus bijvoorbeeld Avro, was de algemene vrijzinnige radioomroep. Of algemene vrije radioomroep, zo moet ik het zeggen. Daar zit het woordje vrij weer in. En die hadden bijvoorbeeld ook een eigen krant. Dus het was het algemeen handelsblad. Het was dus voor iedereen bedoeld algemeen. De socialisten waren iets meer verzeild, want die hadden bijvoorbeeld ook hun eigen politieke partijen, een eigen omroepen en hun eigen kranten en bijvoorbeeld ook hun eigen vakbonden. En de protestanten en de katholieken, die waren uiteindelijk het sterkst verzeild. Want die hadden dus hun eigen politieke partijen, omroepen, kranten, maar dus ook hun eigen scholen. Hè? Bijvoorbeeld de protestantse school met een bijbel en ook hun eigen verenigingen. He, dus bijvoorbeeld hier zie je RKSV Uli 19 uit Uden. Mooie club, heb ik ook nog gespeeld. Dat is de Rooms Katholieke Sportvereniging, de RKSV. En je ging als katholieke jongen ging jij dan voetballen bij die Rooms Katholieke Sportvereniging. Ja, en zo zie je dus dat die oprichting van die politieke partij, maar dus ook die gedachte van hé, hey, we moeten onszelf emanciperen. Dat dat leidt tot die verzuiling van de Nederlandse samenleving.